WKE mist een viertal belangrijke basisspelers vanmiddag tegen de treffers. Jongsma en Zimmerman hebben interlandverplichtingen en Buurmeijer en Oosting, Berend Oosting, zijn geblesseerd. De treffers hier in het blauw, de betere ploeg in de openingsfase van de wedstrijd. Dat was het schot van Palacios. Maar toch creëert de ploeg van Johan de Kok relatief weinig kansen. Dit is Jan Hooiveld in een tegenaanval. Net geen geluk, omdat Jansen goed mee verdedigt. Jan Hooiveld samen met Robert Fick, de twee clubtopscorers. Beide hebben twee goals gemaakt. Einde eerste helft. WKE, de mindere van de twee. Maar toch wat gevaarlijker. Hier een poging van Robert Fick. Maar niet echt gevaarlijk. Zoals eigenlijk de hele eerste helft van beide kanten. Maar met name richting het einde van die eerste helft begint WKE brutaler te voetballen. Krijgt iets meer ruimte met hier Dennis Loer. Bestrijkt regelmatig de hele rechterkant. Krijgt de bal hier goed terug van Jan Hooiveld. Kan dan de achterlijn halen. Zit al te kijken naar wie? Natuurlijk naar Robert Fick. En die heeft dan het overzicht. En de goede kopbal terug. En dan maakt Jan Hooiveld in de 40ste minuut de 1-0. De uitstekende voorzet van Loer. Het goede terugleggen van Fick en het tegenaanlopen van Jan Hooiveld. Zijn derde alweer van het seizoen. Ook de ruststand 1-0 tegen de verhouding in. Maar dat vinden de 2000 toeschouwers in het Univé-stadion niet erg. Begin tweede helft. De treffers gaan door waar ze gebleven zijn met aanvallen. Maar ze creëren zo weinig. Bernhard Hofstede. Oud-prof. Zoals zoveel bij de treffers. Want ook Patrick Pothuizen, de oud-prof van NEC. En Paul Jans en Erik van der Ven, oud-Emmenaar, staan in de basis bij de treffers. Maar ze worden niet zo vaak gevaarlijk. 62e minuut. Het opnieuw inbrengen. Hier weer van Hofstede. Het vinden van Palacios, maar die raakt de lat. Hier komt WKE goed weg. Een van de weinige momenten dus dat de ploeg uit Groesbeek gevaarlijk wordt staat. In de middenmoot van de topklasse met 4 punten uit 3 wedstrijden. Maar ze gaan wel druk ontwikkelen. WKE trekt zich terug. Mist dus een viertal belangrijke spelers, waaronder het hele middenveld. Met Buurmeijer, Siemerman en Jongsma, dan mis je creativiteit. En dan is het gewoon overleven. Punten pakken en niet zeuren. Want het is dan niet altijd even mooi wat WKE laat zien. Hier een geweldig schot van Jansen. Maar het is effectief wat de ploeg van trainer Hendrik Oosting laat zien. Veel strijdlust. En kan dat ook beloond worden met 3 punten. Want we naderen langzamerhand het einde van de wedstrijd. Hier weer het inbrengen van de bal. Jim van Alst. En het schot wordt gestopt door Diederik Bangma. Kiept een uitstekende wedstrijd, zoals eigenlijk de laatste tijd. Alleen in de openingswedstrijd in echt tegen EVV was hij af en toe onzeker. En hier weer Dennis Loer, een van de betere spelers van WKE. In de 83ste minuut invallen Buurke en doelman Peters. Grote kans voor Jeroen Buurke. Dit seizoen overgekomen van zondag hoofdklasser Hogeveen. Neervoort. 4 minuten voor het einde. De counter van WKE. Buurke stuurt Zwicker weg. Hij heeft de tijd en de ruimte. Oog in oog met Peters. Wil het te makkelijk doen door laag door de benen te schieten. Hier had de 2-0 moeten komen. Ja, dat weet Zwicker ook. Balt als een stekker. Een grote kans voor zijn eerste van het seizoen. 94ste minuut. Nog 1 keer de treffers. Nee hoor, Menno Hof, de scheidsrechter, fluit af. WKE wint voor de 3e keer in 4 wedstrijden in de topklasse. En dat met heel veel strijdlust. Niet altijd even mooi. Maar dat kan ook niet anders als er zoveel belangrijke spelers ontbreken. We missen nog 4 man. En als die 4 spelers ook nog weer terugkomen, zijn we alleen maar sterker. En ik heb nog nooit van de treffers gewonnen volgens mij. Dus dit is ook voor mij uniek. En met die 4 jongens erbij kunnen we hele mooie dingen laten zien dit seizoen, denk ik. Kampioenskandidaat? Nee, daar wil ik nog niet. Kijk, want dan krijg je meteen weer zo'n druk voor buitenaf. Maar laten we gewoon maar lekker zo lang mogelijk meedoen. Sowieso middenmoot en alles wat daarboven zit is alleen maar mooi meegenomen.